Uri Geller. Iedereen was erover in rep en roer. Meer dan 2 miljoen mensen keken naar de uitslag van wie wordt de nieuwe Uri Geller. De grote vraag was natuurlijk ook, en daarom keek ik ook helemaal gespannen. Dat vond ik eigenlijk heel belangrijk, inderdaad, die mask. Je weet helemaal nog niet wat ik zeggen ga. Wel, die mask. Wie zat er achter die mask? Wie zat er achter de mask? Kijk hier naar de ontknoping. Of Hyundai. Hyundai. Nee. Hij heette Hayashi. En hij praat een zo als een hele rare toon. Hij schijnt de hele tijd achter die mask te hebben gezeten. De hele tijd zat ik achter die mask. Vond jij dat? Had je uitgedacht? Nee. Ik ook niet. Geloof jij het? Op een gegeven moment had hij ook een filmpje en dan zei hij van... op een gegeven moment moest ik iets doen. Ik baalde, zoals jullie zagen, als een stakker. Ja, maar het is een Canadees, die man. En hij, dat is dus Canadees? Heel, ja, dus het is al heel knap. En hij heeft al een aantal landen meegedaan. En dan probeert hij steeds de taal te pakken. Wat dat dan gaat, vind ik het wel heel knap. Ja. En hij wil nog in veel meer landen mee gaan doen. Maar daar gaat het niet om. Want wie heeft er gewonnen? Ja, Jelle en zijn dochter. Maar Jelle. Het is een beetje raar, want we gaan nu kijken naar de ontknoping. Het was niet echt een schok voor, geloof ik. Kijk maar even. Jij bent... Want ze ging bijna achterover. Ja. Ze moesten van de wijk komen. De nieuwe Uri Geller is een meisje van 12. En het leuke voor het is, eerst. Ze is hier. Kom er maar bij. De winnaar van de nieuwe Uri Geller, Jelle en haar vader. Kom er maar bij. Gefeliciteerd. Alsnog. Het licht gaat meteen uit. Is dit er? Ja. Hier staan. Pas op, die breekt af. Oh, hij breekt af. Waar? Jelle, jij komt de trap af en het licht gaat meteen uit. Zit jij erachter? Nee. Dat was het moment, wilden we eigenlijk laten zien van explosie. Goh, je hebt gewonnen, maar dat was een beetje matjes. Kun je dat nog even overdoen, dat wij zeggen dat je hebt gewonnen en dat je dan een beetje blij reageert? Oh, ze kijkt blij van binnen. Ze kijkt heel blij. Oh, was dat het? Ja. Dit is de prijs en hij breekt bijna af. Wat is er mis met de prijs? Nee, hij is uiteraard alles gevallen. Oh. En ik heb de secondenlijn mee, mocht het nog eens gebeuren. Maar ja, zo hoort dat. Oh. Wat heb je nu allemaal nog... je hebt het vrijdag heb je gewonnen. Je hebt zaterdag heb je van alles mogen beleven. Wat allemaal? Eerst was het gewoon rustig opstaan. En toen zijn uiteindelijk later de dag zijn een paar vriendinnen gekomen. Oh, je hebt met vriendinnen gevierd? Ze kwamen heel onverwacht. Ik moest naar buiten komen. Oh, wat gezellig. Heel dansje gemaakt. Oh, leuk. Dus het zag heel gewoon leuk. Ik heb het gezien bij het Jeugdjournaal. Het hele huis was versierd. Oh ja. En ook bedankt iedereen natuurlijk thuis. Want we konden heel weinig tijd om te bedanken in de SBS-show. We hebben zoveel mensen gereageerd. En ook naar ons. Dat is echt geweldig. Het was een fantastisch succes. Ja, het programma dat komt zeker terug. Heeft Uri nog wat na afloop tegen je gezegd? Ik heb hem eigenlijk niet meer gezien door alle mensen die om me heen stonden. En daarna. Alle persen. Kijk even hier. Kijk even hier. Ja. Maar ja, je hebt hem niet meer gezien. Maar wat ga je nou met je titel doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik bedoel, iedereen wil jou zien. Iedereen wil jou zien optreden. Nou, volgens mij, de winnaar van vorig jaar zat ook in de show van Uri Geller. Ja. Dus en dan treedt hij op in Carré en dan kom jij ook. Tenminste, wat ben als je jij dat van wil. Plan? Tot nu toe weet ik nog niet wat ik van plan ben. Maar ik heb gehoord eventjes dat er een theatershow toch in de maak is. Nou, het is ik zal het even goed uitleggen. Het is, het is eigenlijk zo, Jelle, sta jij graag op het toneel? Nou, nee. Oké, dat is duidelijk. Oh. Maar Jelle wilde wel graag de Uri Geller Show meemaken. Aha. Om te kijken, hoe is dat nou? En ook om al die vragen vanaf te zijn, hebben heel veel mensen gekeken. Dus hoeft het maar één keer te doen. Ja. Nu is het natuurlijk, zijn er zoveel mensen die willen dat zien. En zijn we wel bezig om iets te doen dat we in de zomer ergens of voor de zomer gewoon 10 shows ergens achter elkaar kunnen doen. Maar dat weten we niet. Maar van de zomer heel misschien. Veel... Maar, nadenken. Jelle, wil jij je werk ervan maken, bijvoorbeeld? Nee, dat ook niet. Maar... Nee, dat niet echt. Ik ben blij dat je het even overneemt. Ja, maar ik heb ook op de begrijpen daarom weg. Wat heb je daar voor stokje? En dan wijs ik daar naartoe. Nou... Een stokje in je binnenzak. Nou, het gaat heel veel wat Jelle doet, gaat natuurlijk over, over energie. Natuurlijk. Over je handen. Ja. Jelle, laat maar. Doe maar iets. Jelle, je bent een aapje. Doe een trucje. Oh, nee, dat is. Kijk, daarom wil ze het niet. Daar gaat het over. Ja. Snap je? Maar het is ik snap het niet. Ja. Er zijn heel veel mensen die vroeger al tegen ons zeiden van... je hebt een bijzondere dochter.
En dat is heel leuk, want het is mijn wonderkind. Ja. En het is ons wonderkind. De moeder staat daar. Waar mam, waar ben je, mam? Weet je wel? Want die zit natuurlijk mam, altijd even een bij. Stapje naar voren. Dat is die moeder, ja. Ja. In het programma dus, mocht je nooit zo praten, geloof ik. We zijn ik, met z'n drieën. Nee. Mam, ook trots. Ik ben super trots. Ongelooflijk trots. Ja. Ja. Maar er waren heel veel mensen en die zeiden van... Jelle kan heeft magische kracht en raakt me aan en ik heb pijn hier en dat. En dus we hebben altijd zoiets gehad van laat het kind met rust. Okay. Daar maak ik expres dat grapje van, een aapje en zo, een trucje. Wat je maar ik wil nog even voordat zij iets laat zien. Ik heb je gisteren jou namelijk gezien in het Jeugdjournaal. En toen werd ook de vraag aan jou gesteld van... is het echt wat je doet of is het een act? Het is meestal is de vraag echt op nep. Want ik noem het gewoon een act, want dat is gewoon in het geheel. Dat is iets dat je doet. Yeah. Dus meestal vraag is echt op nep. En meestal heb ik het antwoord dat van... Ja, dat je maakt de waarheid voor jezelf. Als heel veel mensen zeggen van... Ja, het is waar voor mij, dus dan vind ik dat goed als ze dat geloven. Okay. Het maakt mij ook niet zoveel uit of het echt... Daarom. Ik wil maar één ding, mind-blowing. Mind-blowing. Ja. Mogen we het nog één keer meemaken met je, Jelle? Wat gaan we doen? Iets met energie. Oké. Okay. Dan moet je in je handen wrijven. Moeten de mensen meedoen? Ja, vrij van jou. Allemaal graag. Met of zonder ringen? Nou ja. Gewoon. Ja. En kijken. Uiteindelijk hou je dan die energie vast. Ja. Oh. Houd vast. Want je handen zijn echt tunnels van energie. Doe maar even. Moet ik doen wat jij doet? En die energie die komt in je hand. Ik weet nog iemand haar handen even goed dichtbij kan opnemen. Want er komt rook van. Je ziet het in beeld misschien last, maar ik zie het hier heel... Ja hoor, ik zie het. Ja. Ja. Maar waarom heb jij dat wel en ik energie. Niet? Omdat Jelle... Een sigaret in haar handen ik heeft. Ik kan geen handstand. Iemand anders kan dat wel. Jij kan geen energie opwekken met je handen. Jelle kan dat wel. Maar waarom moeten wij het dan ook doen? Dat snap ik niet. Ja, omdat je dan het verschil voelt. Verschil. Kan jij zo gaan staan? Zo? Met twee vingers. Auw. Doe eens, heb vertrouwen in elkaar. Ja. Leg je zo. Het takje wil je zien. Zo. Ja, eigenlijk ja. Nou, ben ik even Patty Braat. Oh, nee. Het is, even heel rustig. Oh, sorry. Even heel rustig. Het enige wat jij... Kijk naar je hand. Kijk naar je hand, Ronald. Kijk naar je hand. Ronald? Ja, ja. Carlo. Okay, ja. Nee, anders noem ik je nog anders. Kijk naar je hand. Jij probeert het takje te laten liggen. Er is geen enkel reden waarom dat takje zou vallen. Jij moet gewoon stil houden. Ik hou hem. Houd het op je hand. Doe ik. Laat Jelle niet. Het is tussen jou en Jelle. Oh ja, ik voel dat er beweging in het stokje komt. Pas op. Verrek zeg. Zo. Nou, verrek zeg. Hou hem stil. Jee. Zo, nou jij weer. Nou jij weer. Ik zeg respect. Oh, maar dat grappige is dat... Want dat voelt u dan weer thuis niet, die spanning die er ineens opkomt. Dat is net of iemand dit doet. Dat is inderdaad grappig. Jelle, ik wens je echt een hele mooie toekomst. En dat je echt dingen gaat doen die je leuk vindt. En maar geniet wel van je succes, want je hebt het dubbel en dwars verdiend. Gefeliciteerd nogmaals. En dank je wel voor jullie komst. Dank je wel. Ja, dat is wel een applaus waard.